Hoi, mijn naam is Kelvin. Tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is weer dinsdag, het is weer 4 uur en dat betekent een filmpje van mij. Ik vind het prettig om jullie tips te geven. Ik vind het prettig om jullie te helpen in jullie leven. Want het zit namelijk als volgt. Ik woon in Amsterdam en daar lopen soms nog wel wat bekende mensen rond. En dan zie je iemand en denk je van, oh, hallo. Of, en dat komt ook nog wel eens voor, omdat ik natuurlijk wat vaker video's maak op YouTube, hebben we een aantal kijkers. En die kijkers herkennen me soms op straat en dan gebeurt er iets en dan is er een bepaalde energie waarvan je denkt van, yo, dit is intense. Dus aan de hand van die twee redenen dacht ik, wat nou als ik een video maak over tips die je kan gebruiken voor wanneer je iemand bekend tegenkomt. Goed, nu we het toch over meet and greets en over bekende personen hebben en over YouTubers hebben, er is een mogelijkheid om jouw favoriete YouTuber te gaan ontmoeten en dat kan. Op 18 april in Amsterdam. Het heet Feed. Het is een festival en een awards. En het is één grote party. Dus als je op straat loopt en in één keer loopt Justin Bieber naast je, Nicki Minaj, Miley Cyrus, Timon en Pumba. Wat doe je dan? Dat is de grote vraag. En daar ga ik je vandaag mee helpen. Zet jij er klaar voor? Ik wel. Tip 1. Deze tip is vrij belangrijk. Nee, blijf lekker jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Probeer niet op een of andere manier die persoon na te doen. Vind ik dan alsnog. Als jij je voorbeeld doet als gangster of zo, dan mag dat ook doen. Het moet niet zo worden zoals dit. Dat je bijvoorbeeld op straat M&M tegenkomt en het volgende gebeurt. Oeh, potverdorie zeg. Het is M&M op straat. What's up? What's up in the street? You come to Amsterdam, you want to talk to me, yo. What the fuck are you doing? oftewel, blijf gewoon chill. Oké, als iemand op straat tegenkomt die bekend is, dan is het heel belangrijk dat je op een of andere manier... Stop. Waarschijnlijk heeft het bekende persoon wel door dat je hem of haar ziet. En hier word je denk ik als bekend persoon, en ik spreek ook een beetje uit mijn eigen ervaring, heel naar van. En dat is als je het volgende gaat lopen doen. Oh nee, daar loopt Justin Bieber. Oh, wacht even. Net doen alsof ik geen foto maak. Daar gaan we... En hoppakee. Wat ik probeer te zeggen is, ga niet op een of andere manier stiekem foto's maken. Want je kunt gewoon vragen. Yo, Justin Bieber, wil jij misschien een foto met mij? Shut the fuck up. Oké, dan gaan we lekker een selfie maken. Dit is vrij simpel, maar het is toch even een dingetje van, oké. Het is namelijk wel best wel prettig als je iemand tegenkomt die je herkent. Dat je wel even weet wat zijn of haar naam is, voordat je die persoon gaat aanspreken. Oh nee, daar staat die jongen van YouTube. Ik ga naar hem toe. Hé? Hoi. Ben jij niet die ene van YouTube? Ja, dat ben ik, ja. Oh, jouw naam is toch Kevin? Nee. Jij bent toch de Kevin van Cinematics en Takeoff Vlog? Niet helemaal. Sorry, ik weet natuurlijk wel. Jij was Enzo Knol. Is vrij voor hand liggend, maar het is toch wel even prettig. Als iemand bekend persoon ziet bijvoorbeeld, check even wat die persoon aan het doen is voordat je op hem of haar afstapt. Het is bijvoorbeeld niet het meest tactische als je iemand op een begrafenis ziet die bekend is, die volledig aan het huilen is, om dan naar hem toe te gaan en te zeggen, oh, je hebt toch van die hilarische filmpjes, dat is toch hilarisch, man. Is een beetje een afknapper. Het is wel een grappige. Wees gewoon eerlijk. Want als je fan van iemand bent, dan moet je dat ook gewoon kunnen zeggen. Alleen op een of andere manier vinden mensen het toch soms nog een beetje gek. Dus dan gaan ze het volgende verzinnen. Mijn zusje is vette fan van u. Mag je zij misschien een handtekening? Het is niet voor mij hoor. Ja, weet je, het is geen super groot probleem. Maar ik zou gewoon aanraden, wees gewoon eerlijk. Want dat is verprettig, man. Deze is vrij kort en toch best wel krachtig. Elke keer als ik een meeting heb gehad of op een meeting agreement geweest, op een of andere manier herkent iemand mij op straat. Sommige van hen vragen aan mij of ik ze wil volgen. Ik moet het toch zeggen, dat doe ik niet. Ik probeer niet op een of andere klootzak over te komen. Maar als ik elke persoon zou volgen die aan mij vroeg, wil je mee even volgjes? Kijk af! Dan volg ik uiteindelijk 5000 mensen en dan zit mijn hele timeline vol en dan kan ik niet eens mijn tweets lezen en dan heeft het helemaal geen zin dat ik je meer volg. Fucking rocket science, isn't it?
Huh? Deze ga ik proberen op ABN-level te gaan doen. Soms zijn er meet and greets en daarmee kun je je favoriete artiest of je favoriete YouTuber ontmoeten. En dat is fantastisch, maar je moet wel eventjes wachten. Vaak staan er grote rijen, dus een tip is dat je alvast je telefoontje in de aanslag hebt. En je pennetje en je stukje papier, zodat je niet, zodra je daar bent, moet zeggen... Oh, wacht even. Heeft er misschien niemand een pen? Heb je telefoon alvast in aanslag? Want dan kun je zodra je die persoon ontmoet, kun je zeggen... Yo, hey, hallo, hier, kom foto. Thanks you. Nog één. 5 foto's. Laten we een filmpje. Oké, we gaan een bioscoopfilm maken. Is goed, later. ABN is weer niet gelukt. Tip 8, en dat is denk ik de allerbelangrijkste. Breng altijd je super knappe, blonde, 18-jarige zus mee. Want het zorgt ervoor dat op een of andere manier die bekende persoon, die niet Kelvin heet, daar best wel blij van wordt. Als je meerdere zussen hebt, mag je ze ook allemaal meenemen. Je moeder, mag. Ga niet te ver in het lichamelijke contact. Ik heb dat gelukkig nog nooit meegemaakt op een manier waarop ik dacht van, yo, back the fuck up, yo. Ik wil je best wel knuffel geven, maakt mij helemaal niks uit. Maar als het op een gegeven moment erger wordt, let er even op dat je niet iemand zich heel erg ongemakkelijk laat voelen. Ik ben echt zo'n slechte uitleg, dude, hè. Je begrijpt wat ik bedoel. Dit is de allerbelangrijkste tip. Realiseer je dat die persoon, die bekende persoon, ook gewoon een mens is. En dat die op geen enkele manier beter is dan jij. Ik vind het ook lastig dat als ik Justin Timberlake op straat zie lopen, om dan niet te denken... Het is eigenlijk heel vreemd dat we ons op een of andere manier hier plaatsen. En dat iedereen die bekend is en die groots is, hier ook komt te staan. Dat is bullshit. En als die celebrity dan op een of andere manier het raar vindt dat je hem of haar behandelt als gewoon een normaal mens... Dan is het eerder de schuld van die celebrity dan van jou. Want dan vindt die celebrity zich blijkbaar beter dan jij. En dat is bullshit. Dus, done. 10 tips gehad, masterlijk. Er is een mogelijkheid om jouw favoriete YouTuber te gaan ontmoeten. En dat kan. Op 18 april in Amsterdam. Het heet Feed. Maar er komen natuurlijk superveel mensen. En dat is ongetwijfeld het geval. Wil je nou toch verzekerd zijn van een meet and greet met jouw favoriete YouTuber? Dan moet je alleen even naar vodafone.nl/feed gaan. Link staat ook in de beschrijving. En daar kun je zien hoe je kans maakt op VIP tickets voor Feed. Zodat jij sowieso je favoriete YouTuber gaat ontmoeten. En dat is het voor vandaag. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven op deze video. Want dat zorgt ervoor dat we ziek veel duimpjes... Wacht, ik ga... Stop. Ik ga het volgende doen. Als wij 10.000 duimpjes omhoog halen op deze video... Zorg ik ervoor dat er deze week nog een speciale video op de Kelvlog komt. Speciaal voor jullie. Ik heb het nog nooit op deze manier gedaan. Maar toch vind ik het tijd na fucking 5 jaar op YouTube... om het misschien wel eens een keer te proberen. Verder kun je natuurlijk abonneren op mijn kanaal... zodat je elke week op de hoogte bent gehouden van de nieuwe video's. Ook al worden ze elke dinsdag om 4 uur geüpload... Is abonneren toch leuk. En nogmaals, Feed Festival, 18 april. Wil je nou nog meer informatie, dan kun je op de link in de beschrijving klikken. Feed.nl, that's it. Ik zie jullie volgende week, of deze week. Mits we 10.000 duimpjes halen, het is een party. Geld verdienen met YouTube. Hoe doe je dat? 2 VWO-scholieren uit Noord-Groningen, Peter... Wat is dit? Ik heb twee. Gaat-ie? Ja!